21 maart mogen wij weer naar de stembus om de gemeenteraad te gaan kiezen. En in deze uitzending geven wij twee politieke partijen de kans om hun plannen voor de aankomende 4 jaar uiteen te zetten. Omroep Zuid-Plas. Johan Helmer, lijsttrekker van de PvdA GroenLinks, welkom. Dank je. Ja, afgelopen verkiezingen, jullie pakten 2 zetels, verloren er eentje. Ja. Ik kan me goed voorstellen dat jullie doel is in ieder geval die ene zetel die jullie verloren zijn weer terugwinnen. Ja, dat hopen we echt, dat we die in ieder geval terugkrijgen. We verwachten het dadelijk ook wel een beetje. Maar ja, 21 maart moet het uitwijzen. Ja, 21 maart is de belangrijke dag. Dan worden alle partijen eigenlijk afgerekend op het beleid van de afgelopen 4 jaar. Wat is voor u een punt dat u zegt, nou ja, ik ben heel trots dat de PvdA GroenLinks dat voor elkaar heeft gekregen in de afgelopen 4 jaar? Maar ik denk dat wij toch een paar goede zaken hebben neergezet. Er is een initiatiefvoorstel van ons uitgekomen om in ieder geval zwemmen voor iedereen, voor alle kinderen mogelijk te maken, niet zozeer schoolzwemmen, maar dat er in ieder geval een bijdrage van de gemeente bij komt op het moment dat de gezin het niet kan betalen. Ik denk toch dat PvdA GroenLinks vanaf het begin af aan de sociale woningbouw na de crisis heel nadrukkelijk op de agenda heeft kunnen zetten. Wat je ook ziet nu is dat alle partijen praten nu over de sociale woningbouw. Terwijl er nog, laten we maar zeggen, in het begin van 2014 toen we net startten, en er gesproken werd over 50 woningen die bij Esselaag uit het plan werd geschrapt als sociale woningen. Toen was het eigenlijk allemaal, ja, er was geen behoefte aan zo vlak na de kiezers. Dus ja, daar zijn wij toch wel trots op dat dat soort dingen bereikt zijn. Wij hebben ons heel hard gemaakt in Moordrecht ook voor het Zuidplasbad te behouden. Nou, daar wordt nu ook gesproken over dat het een publiek bad is. Dus ik denk dat wij een groot deel ook wel van onze intenties van het programma van 4 jaar geleden hebben kunnen waarmaken. De vraag die wij ook aan iedere lijsttrekker stellen, als je op een gegeven moment in de coalitie komt, ja, wel of geen wethouder? Ja, ik denk dat als wij in de coalitie gaan, dan zijn wij niet degene die geen wethouder wil leveren. Dus dan willen wij wel een wethouder leveren. Gaat u dat zelf doen of staat er iemand voor op de lijst? Nee, ik ga dat niet zelf doen. Wij hebben wel een aantal mensen op het oog, maar dat hangt ook een beetje af van welke portefeuille je moet gaan krijgen. Ik bedoel, er zitten grote verschillen in de portefeuilles. Je moet toch zorgen dat er iemand op zit waarvan je ook zelf wel het vertrouwen hebt dat die daar de voldoende kennis en inhoud in heeft. Dan gaan we even naar het verkiezingsprogramma. Sociaal en duurzaam 2. Ja. Dus dan gaan we ervan uit, sociaal en duurzaam 1 is voltooid. Dat is voor 90% denk ik voltooid, ja. We hebben recentelijk alle punten nog eens op een rij gezet. En daar waar we zeggen van nou, dat hebben we toch bereikt vanuit de raad of daar is een stap in gemaakt. Daarvan hebben wij toch het idee dat 90% is bereikt. Dus daar zijn we best tevreden over. Los daarvan, 4 jaar geleden spraken we vanuit een bepaalde tijdsgewricht. Net na de crisis. Maar wij zien zowel aan de sociale kant als aan de duurzame kant dat we nog veel kunnen doen in onze gemeente. Vandaar dat we gedacht hebben van nou, dan noemen we het maar weer sociaal en duurzaam. Maar dan met een tweetje erachter. Ik kom in alle partijprogramma's duurzaamheid tegen. Ik kan me wel heel goed voorstellen dat het voor jullie, PvdA en dan nou, voornamelijk misschien de GroenLinks-kant, wel een van de grootste topics is. Duurzaamheid. Dat is heel belangrijk, ja. En dan denken we vanuit duurzaamheid vooral nu ook over het gasgebruik. We zullen toch, nou ja, het Rijk heeft eigenlijk afgekondigd van de nieuwbouw moet eigenlijk gasloos worden opgeleverd. Wij hebben daar de afgelopen 4 jaren vaak over gesproken, met name het laatste jaar. De moties die we daarop ingediend hebben zijn eigenlijk geen van allen hebben het gehaald, maar we zullen wel moeten. Maar dan ontstaat er nog wel een probleem. We hebben een enorme hoeveelheid bestaande bouw. En ook daar moet je wat met het gas. Ik bedoel nu met die koude periode. Ik hoorde vandaag dat tijdelijk al de gasprijzen vanwege het gebruik naar 54 cent, van 18 naar 54 cent zijn gestegen. En dat geeft gewoon aan dat wij met een tekort komen. Sowieso denk je dan van wat gebeurt er in godsnaam nu in Groningen met het gas wat we daar onttrekken. Dus wij zijn heel sterk voorstander van om daar toch plannen te ontwerpen. Bijvoorbeeld met Stedin, die een leverancier is voor die woningen. Om te kijken wat voor mogelijkheden zijn er nu om alternatieve warmtevoorziening te regelen. Ja, dan maken we even een stapje naar het thema veiligheid. Ook bij jullie natuurlijk in het partijprogramma opgenomen. Nou, wat de gemoederen een beetje bezighoudt is het niet verschijnen van een terugkomen van het politiebureau in de gemeente. Daarvan wordt gezegd, nou, we kunnen eigenlijk heel weinig, want we zijn afhankelijk van de nationale politie. Hoe denkt PvdA GroenLinks
het wel voor elkaar te krijgen in de aankomende 4 jaar... om misschien dat politiebureau terug te krijgen in de gemeente Zuidplas? Nou, wij hebben niet in ons programma staan dat wij het politiebureau terug willen. Sterker nog, op veiligheid spreken we niet echt veel in het programma. Je ziet toch dat de criminaliteitscijfers wat dalende zijn. Hè? En ja, er is ook al aangegeven dat het daardoor steeds moeilijker wordt om zo'n bureau-eenheid hier in de gemeente te plaatsen. We denken ook niet dat daar de essentie ligt. De essentie ligt meer aan dat je zorgt dat er voldoende blauw op straat is, zoals we dat noemen. En dat de politie zichtbaar en herkenbaar is. Aanspreekbaar is en ook op tijd en snel komt als het nodig is. Dat geldt ook voor de brandweer. Dus wij denken dat je vooral moet kijken in hoeverre je die aanruktijden of oproeptijden, in hoeverre dat snel genoeg gebeurt. En moet kijken van, joh, hebben wij nu al voldoende zichtbaarheid van de politie op straat om daarmee ook preventief de criminaliteit te bestrijden. Wij zijn nog niet direct dat we zeggen, er moet hier een politiebureau komen. Iets wat de laatste tijd ook zeker in de verkiezingstijd veel speelt is de onroerend zaakbelasting. Ja. De OZB, beter bekend. Hoe kijkt de PvdA GroenLinks daar tegenaan? Ja, kijk, niemand is echt voor belastingverhogingen. Wij zeggen op het moment dat het moet, dan moet het. Maar we denken dat de huidige tijd, de economie trekt goed aan. Daar profiteert de gemeente ook van. Wij vinden dat we moeten proberen zoveel mogelijk de woonlasten, waar het uiteindelijk om gaat, de woonlasten om die constant te houden en liefst wat laten dalen. Want we zijn niet de goedkoopste gemeente in Nederland. Daar zit een keerzijde aan. Dus wij zijn niet zo standvast dat we zeggen van er mag geen verhoging komen of het moet zich aan de inflatie houden. We denken dat het vooral afhangt van wat wil je gezamenlijk in onze gemeente, hoeveel gaat het kosten en waar moet je het uit gaan betalen. Op het moment dat het betekent dat je dat kiest met elkaar en het dus wat meer kost, dan zal je dat waarschijnlijk ook uit de OZB moeten halen. Maar nogmaals, het is makkelijk om te zeggen we laten de OZB gelijk, maar je weet nooit wat er over 2 of 3 jaar gebeurt. Partijen worden in de verkiezing altijd afgerekend eigenlijk op het beleid van de 4 jaar ervoor. Wat is in 2022 volgens u een van de punten waarvan u zegt, nou, daar willen wij echt op afgerekend worden als PvdA GroenLinks zijnde? Nou ja, wij hebben vooral de sociale woningbouw in ons programma heel nadrukkelijk neergezet. Met name ook voor senioren en starters. Want er is een schrijnend tekort aan dat soort woningen in alle dorpen. Met name in Nieuwekerk. Dus dat zouden we heel graag willen zien, dat daar zo'n gemiddeld 40% in die dorpen aan sociale woningbouw wordt gerealiseerd. Nou geloof ik dat die wind wel in onze rug staat, want andere partijen die hebben het er ook wel over om meer sociaal te bouwen. Een tweede punt op de duurzaamheid. Hopen we toch dat we ook zichtbare slagen maken. Niet zozeer in de nieuwbouw, want dat is een landelijke verplichting. Maar vooral ook dat we oplossingen vinden voor de bestaande bouw. Want laten we eerlijk zeggen, wij hebben die oplossing ook niet klaar liggen. Maar laten we wel als Zuidplas gaan kijken, samen met degene die daar misschien ook echt verstand van heeft, hoe kan je dit soort problemen nou oplossen, ook voor de langere termijn. Want wij zouden toch de toekomst in Zuidplas graag eerlijk delen met elkaar, maar ook in een duurzame omgeving. Zijn er nog onderwerpen waarvan u zegt, ja, ik vind dit interview hartstikke leuk, maar dit had je echt nog even moeten vragen? Nou ja, wij hebben het, dat is bij jullie bekend, wij hebben natuurlijk de afgelopen half jaar hebben we heel nadrukkelijk over het vijfde dorp gesproken. En daar heeft hij een punt. En wij zijn geen voorstander van het vijfde dorp. In ieder geval, zeker nu nog niet. We vinden het veel te voorbarig om nu al bij die provincie te zeggen, wij willen wel graag het vijfde dorp creëren. Omdat we nog voldoende, wat ze dan noemen, wooncontingent of ruimte hebben om de dorpen heen. En daar zouden wij ook het liefst onze bouw op willen concentreren. Waarbij dan wel een nieuw probleem ontstaat, namelijk, bijvoorbeeld als je kijkt naar het nijverheidscentrum, het gebied eromheen, die woningen. Hoe komen die mensen naar het dorpcentrum, hè, waar de winkels zijn, waar de voorzieningen zijn? Ik denk dat we daar ook over na moeten denken. We moeten kijken in hoeverre kunnen we niet lokaal, op de een of andere manier, zeker wat voor oudere mensen, een verbinding creëren. Ik denk dat dat wel een belangrijk punt is. En als over 10 of over 15 jaar al die ruimte bezet is, en we niet anders kunnen, nou, misschien dat we dan nog eens naar onze Weidse polder moeten kijken. Maar we vinden het nu veel te prematuur. Dus nu eerst bestaande dorpen misschien vergroten. En op de lange termijn kan er gekeken worden. Ja. Maar kijk, je kan nooit zeggen, je sluit het uit of nooit. Dat is, denk ik, ook in de politiek geen goede term. Ik bedoel, je weet nooit hoe de wereld verandert. Maar daar waar je nog voldoende ruimte hebt, ga daar dan eerst bouwen.
En kijk dan, probeer dan zo lang mogelijk toch eigenlijk de waarde van onze gemeente, open, groen en wijds, probeer die zo lang mogelijk dan. Is er nog iets waarvan u zegt, dat wil ik de kiezer op 21 maart meegeven? Ja, natuurlijk. Stem op de PvdA GroenLinks. Meneer Van Maurik, lijsttrekker van de NGP, Nieuwe Gemeentepolitiek. Welkom. Dank u wel. Vorige verkiezingen hebben jullie ook meegedaan. 2,8% van de stemmen gehaald. Dat was 0,9% te weinig om een zetel te krijgen. Ik neem aan natuurlijk dat de doelstelling voor aankomende verkiezingen is gewoon minimaal 1 zetel. Nou, minimaal 1 zetel. We willen er inderdaad wel meerdere, hoor, deze keer. We hebben de campagne wat beter opgezet dan vorige keer. Want we dachten dat daar vooral de hebben laten liggen. We hopen nu toch wel echt serieus met de andere partijen mee te kunnen doen. Dus enkele zetels in de raad zijn zeker een... Stiekem hopen we de grootste te worden zelfs. Hoe bevalt het om dan wat meer op straat te zijn? Ja, dat is precies wat ons karakter van een lokale partij. Dat laten we ook aan iedereen weten. Wij willen de mensen opzoeken. Wij vinden dat dat nodig is om in de raad goed te kunnen functioneren. Nee, dat je weet wat de mensen in de gemeente willen, nodig hebben. Stel, er komen 1 of meerdere zetels. Wat ligt meer voor de hand, coalitie of oppositie voeren? Ja, ik denk wel dat we realistisch moeten zijn dat als je bijvoorbeeld onder de 3 zetels zit, 3 zetels of daaronder bedoel ik, dat je dan gedoemd bent om... in de oppositie plaats te nemen. Jullie hebben een verkiezingsprogramma opgesteld met 4 pijlers. Bestuur, samen, omgeving en voorwaarden. Ja. Om ze even op een rijtje te zetten. Wat mij eigenlijk opviel, een gemeentelijk referendum bindend. Waarom is dat volgens jullie een ideaal instrument om de burger te kunnen activeren om actief mee te doen? Wij hebben ook duidelijk in ons programma staan dat wij de democratie op gemeenteniveau willen hervormen. Dit willen wij gewoon echt wel als we in de raad zitten proberen te realiseren. Ja, als we ook even kijken naar jullie programma, dan zien we onder het puntje omgeving. Die huisvesting en ruimtelijke ordening. Nu weten we bijna iedere partij waar zij staan ten opzichte van het 5e dorp. Alleen van de NGP weten we dat niet. Hoe kijken jullie aan tegen zo'n 5e dorp? Nou, die willen wij dus op het ogenblik duidelijk zeker niet. En wel hierom dat, er komen 2 hele moderne wijken vlakbij ons. Hè, Gouda met Westergouwen, Nesselanden. Dan gaat het er naartoe, als je dit zelf zou willen realiseren, dat je nog zo'n wijk dus hier in deze omgeving gaat opzetten. En dat kan hier niet. Wij zijn ten eerste een fusiegemeente in een landelijke omgeving. Hè, platteland zou je Zuidplas nog kunnen noemen. Kernen of dorpen hebben allemaal dat... Ja, die zo'nzelfde opzet, hè? Een oud dorpstraat. Daar past niet zo'n wijk niet zomaar in. In Rotterdam is dat niet zo moeilijk. Maar ik vind dit een hele grote stap. En het gaat allemaal te snel. En we kunnen heel goed nog bij de wijken zoals waar nu gebouwd wordt. Moordrecht is bezig hier natuurlijk tegenover La Barak. Daar kan heel goed nog kunnen daar woningen bij komen. Dus volgens ons is dat 5 jaar, 10 jaar misschien nog helemaal niet aan de orde. Ja, dan wil ik gelijk even de stap maken naar de handhaver. Iets wat de laatste tijd aardig vaak het nieuws is geweest, is de eventuele mogelijkheid om een politiebureau weer terug te krijgen in Nieuwekerk aan de IJssel. Ja. Nou, is laatst bekend geworden dat er voorlopig niet in zit. Waar ziet de NGB kansen om dat politiebureau wellicht toch terug te krijgen in de gemeente? Ja, die zien wij zeker. De gemeente zal nog groeien, de hele gemeente Zuidplas. De woningplanning is 5000 woningen voor ik geloof al de komende 4-5 jaar. Dus het zal waarschijnlijk wel zelfs nodig zijn dat we hier weer een goede bereikbaarheid hebben. Dus wat de huisvesting betreft is het volgens mij sowieso geen probleem. Het gaat meer om de organisatie van de politie zelf natuurlijk. Maar we vinden dit sowieso een ongelukkige situatie om nu bij Korps Waddinxveen is het. Ja. Ja, die zijn ook onlangs natuurlijk op een hele vervelende manier nog in het nieuws geweest. En dat wordt dan ook geassocieerd met, dat is ook jullie politieapparaat. Dus dan denk ik dat het in alle opzichten beter is om hier wel degelijk weer toe te werken naar een eigen bureau. Vinden mensen ook echt prettig, hoor, dat weet ik. Want we kunnen digitaal aangifte doen tegenwoordig. Hè? Dat wordt natuurlijk aanbevolen. Maar voor veel mensen is dat niet aan de orde, hoor.
Dus als je dan gewoon naar het bureau kan stappen en zegt, er is een poging tot inbraak bij mij gedaan, dat is wel zo prettig natuurlijk. Ja. Als we kijken naar jullie programma en de kiezer, waarvan zeg je, de kiezer mag mij na de verkiezingen in de aankomende 4 jaar hierop af gaan rekenen. Wat is echt het punt dat voor jullie zo belangrijk is dat jullie daar de aankomende 4 jaar in ieder geval zo hard mogelijk voor willen maken dat het in ieder geval gebeurt? Ja, wat ik vind waar de huidige raad en het college het echt hebben laten liggen, dat is de alleenstaande problematiek. Als je in deze gemeente, hetzij in een ziekte- en invaliditeitssituatie zit, of je bent werkeloos, of je bent een oudere die uit het arbeidsproces is. Er zijn heel veel mensen hoor, die een vrij geïsoleerd bestaan in deze gemeente leiden. En zie er dan maar eens tussen te komen. Ik bedoel, dan kan je wel op Facebook gaan zitten of Twitter, maar hè, als je dan een klein, er zit ook vol virussen tegenwoordig, dus voor je het weet lukt dat ook niet meer. Maar dan kan je gemakkelijk in een gemoedelijke gemeente, vind ik Zuidplas hoor, maar dan kan je toch gemakkelijk alleen raken, hè? in isolement raken. Dus. En welke rol ziet u dan precies weggelegd voor de gemeente? Wat zou de gemeente daaraan kunnen doen? Ja, we moeten allerlei vormen opzetten van begeleiding, van betrekken, bij mensen betrekken, als ook opzoeken. Mensen waarvan de buurt weet, ja, die kunnen niet goed meedoen. Als ze er zelf voor kiezen is een ander verhaal natuurlijk, ja. Dan doe je niks. Maar ik weet zeker, ik zit zelf ook in een buurt waar wat meer oudere mensen wonen. En daar zijn veel mensen die het op prijs stellen als ze wat meer betrokken worden, op welke manier dan ook. De hulp is natuurlijk, dat is sowieso altijd een punt, met boodschappen, huishoudelijke hulp. Maar toch ook het sociale aspect. En ik vind niet dat daar op het ogenblik veel aandacht... We hebben natuurlijk wel wat zorg. Wordt er verleend natuurlijk aan zulke mensen. Maar je moet hier niet, in zo'n gemeente, in isolement terecht kunnen komen als je het niet wilt. Hoor. Dus dat is wel een aandachtspunt voor ons. Oké. Is er nog een vraag waarvan u zegt, leuk dit interview, maar dit ben je echt vergeten te vragen. Hier maken wij ons ook nog heel hard voor. Nou ja, dat is het lokale, hè. Wij willen in deze campagne duidelijk een accent leggen op mensen, kies nu toch eens voor een lokale partij. Want we gaan echt een slag missen. We zijn hier, zoals ik zei, dit is platteland. Dit is een gemeente die is niet gelijk aan Capelle aan de IJssel, aan Rotterdam, Gouda. We hebben ons eigen karakter. En een landelijke partijen, ze hebben hun vaak ook hun provinciale, hun landelijke beleid natuurlijk. En besteden daar vooral aandacht aan, maar niet echt aan de gemeente zelf, aan de dingen die hier nodig zijn. Dus de slag die we, als ik u goed begrijp, die we dan zouden missen, is zeg maar meer aandacht voor eigen karakter, eigen identiteit? Ja. Op allerlei gebieden hoor, sociaal gebied. Ik bedoel, het is heel anders denk ik als een bijvoorbeeld, iedere gemeente doet natuurlijk wat aan vluchtelingenopvang. Ja, het is voor een vluchteling die bijvoorbeeld in een stad als Rotterdam Nederland gaat leren kennen, is het een hele andere ervaring denk ik dat je in een gewone plattelandsgemeente komt. Ik denk dat deze gemeente, dat de gemeenschap hier gesloten kan zijn, maar aan de andere kant juist ook heel gastvrij. En ik denk dat je dan ook een nieuwkomer, onze gastvrijheid willen we daar dan uitdrukken. En ik denk dat je dan ook een andere opvang dat hier vereist is. Dat is dus een speciaal een aspect voor onze gemeente. Dus hoe doe je dat? Je kan niet zeggen, dat doen we overal in het land, doen we dat op dezelfde manier. Dus, ja. Oké. Okay.